Waarom niet? Waarom? Ze hoefde het niet eens te zeggen, dat deed haar lichaam voor haar. Alles aan haar zei: waarom? Waarom zit ik hier? Waarom moet ik praten? Waarom zou ik nadenken over wat voor werk ik zou willen doen? Als ik niets vroeg, zei ze ook niets. Als ik wel iets vroeg, waren haar antwoorden vlak. En ik gaf haar niet eens ongelijk. Ze had het op dit moment al zwaar genoeg. Mantelzorg, die mooie, o zo gemakkelijk van de tong rollende term voor alles wat ze al maanden deed voor haar langzaam stervende vader. Boodschappen, huishouden, hem wassen, hem afleiden als hij pijn had, zijn kont afvegen als het moest. Ga er maar aan staan. Nou, dat deed zij dus. En dan was ze al niet de vrolijkste. Nooit zo'n hoera kind geweest, zei ze zelf. In haar dossier stond dat ook: langdurige depressieve klachten, miniem sociaal kringetje, brokkelig werkverleden. En nu ook nog de naderende dood van haar vader, zijn aftakeling van heel dichtbij moeten meemaken, het dragen van de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van zijn zorg. Ben je dat wel aan? vroeg ik haar. Ze staarde uit het raam. Het is mijn vader. Eén ding wist ik zeker: de in sommige kringen zo populaire schop onder de kont ging hier absoluut niet werken. Psychologische hulp leek mij zinniger en meer thuiszorg voor haar vader, zodat er weer wat ruimte in haar leven kwam. In de tussentijd moesten we natuurlijk wel werken aan haar toekomst. Maar als ik vroeg wat ze wilde, had ze geen idee. Terwijl ik de mogelijkheden afliep, zat ze naar buiten te staren. Of naar het pennenbakje op mijn bureau. Of naar de zielige palm naast mijn dossierkast. Ik zat haar net te vertellen over ons snuffeltraject, toen ze voor het allereerst uit eigen initiatief haar mond opende. Die staat helemaal verkeerd, zei ze. Wie? Die palm. Die moet meer licht. Het drong niet eens direct op me door. Die palm had ik van een voorganger geërfd, net als de dossierkast, het pennenbakje en het uitzicht. Dus ging ik verder met mijn hoogst belangrijke betoog. Tot het kwartje viel. Groen, buitenlucht, meer licht. Ik heb het via een omwegje aan haar voorgesteld. Heb als een domme, groene, vingerloze man uitgebreid om haar advies gevraagd. Toen ik uiteindelijk het woord groenvoorziening liet vallen, duurde het even voor ze reageerde. Waarom niet, zei ze toen. Morgen gaat ze ons verlaten voor het tuincentrum om de hoek.